Sorry. Jezus, is dit echt de weg? Hierin? Hier. Dat is links. Oh my god. Oh, ja. Reo, ik heb het net niet gefilmd, maar het scheelde weinig. We hadden bijna het kruisbeeld opgereden. Nou, je ziet niet goed. Het was bijna goed. Help. Jij mag... Nee, je ziet echt fout. Dit is een dorpje waar het niet duidelijk is of je bij mensen naar binnen rijdt of de weg volgt. Nou ga je de heg in. Oké, wel de heg. Het is maar één heg. Als je dood hem maar niet raakt. Als je nou die meneer eerst voorlaat, dan weet ze wat de openbare weg is. Sorry. Hij kijkt ons aan. Dat kan ook nog. Oh, dat had ook gekund. Kijk dan, hier. Nou wil ze dat je hier links gaat. Hierin. Oh my god. Zie je, ze laten de honden al los op ons. Is dit de C206? We rijden een schuur in. Zucht, laat maar rechts. Nou, het schijnt te kunnen. Dan komen we die vent weer tegen. We rijden om een boerderij heen. Nou, oké. Ja, we zijn ontsnapt. Joepie. Wegwezen. Nee, zag je dat? Ik reed de kat aan. Ik kreeg in een possie achter je aan. Je kan wel een beetje naar rechts. Niet te heel geel. Ik zit hier echt wel aan het gootje. Kijk, wacht. Net. Kenneth. Oeh, in ieder geval een man die niet zo bang is. Ja, dit was ook leuk. We hebben het gered zonder deuken. Kasteel als je doet. Ah,
Castle. Zo Bel Castle, zou je zeggen. Op zijn Engels. Absoluut een van de mooiste stadjes ooit. Apart. Ze hebben hier de boel gemoderniseerd, maar ze hebben heel erg het oude karakter behouden. Dit was een van de mooiste dorpjes van Frankrijk, vinden ze hier. Wat vond jij er nou van? Een beetje kunstmatig ingeblikt. Ja. Dit is mooi, maar een soort kunstmatig mooi gehouden. De puurheid is eraf. We hebben dorpjes gezien die veel meer uitstralen zoals het hoort te zijn. Ja, je zoekt naar oude dingen, dingen uit de 13e, 14e eeuw. En dan is dit dorpje ook, ik geloof zelfs uit de 13e eeuw, maar eigenlijk is de trap het enige wat nog een beetje oorspronkelijk is gebleven. Het straatje naar boven en de trap. Sauveterre de Rouergue, daar hebben we geslapen. We zijn in Castelmarie, zijn we geweest. En nu lopen we terug naar de camper en dan is er ook nog een fort wat we kunnen bekijken. Eens kijken of we daar nog zin in hebben. Zinnerke, daar zijn we naar op weg. En daar is een camperplaats bij een struisvogelboerderij. Dus dat lijkt ons wel leuk. Kijken of we hem kunnen vinden, want het adres is niet duidelijk. En we zitten alweer op een geitenspoor. Dus kijk maar, niks nieuws onder de zon. Dit kennen we. Trus weten we ook niet te vinden, dus we hebben het ongeveer staan. We gaan hier niet naar links. Het is maar rechtsop, zegt ze. De weg gaat naar links. Geen weg. Ah, heel Truus. We snappen je. Jij snapt het niet. Dat begrijpen we. Oh. Die hebben we weer gehaald. Ik hou nog even hoop. Rechtsaf rijden we in een cirkeltje. Autruche, zien we Autruche staan? Autruche, ja. Het gaat nog steeds goed. Truus weet de Autruche. Over 3 kilometer. Oh. Over 0 meter een auto. En over 3 kilometer weer naar rechts. 3 kilometer, daar staat Visite la femme des Autruches. Rechtdoor, campingcars.
daar gaan we heen. Boven Rodez met een Z. Volgens mij nog steeds in de Tarn, de regio. De struisvogelpolitiek boerderij. Even kijken, we stoppen kort te maken. Ook in de actiegids staat. Hier. Het is gratis, maar ze willen wel graag bijdragen. Een betaalde rondleiding is mogelijk. Wat doe jij? Hey. Dan sluiten we zelf los. Zo, Dimitar. La Besse. Nou, dan wordt het. Ja, ik zie ze. Yo. Hier, hier, ja, daar. Naar links, denk ik. Het staat in ieder geval hier. Vidange, P. Ah, het is niet echt romantisch, maar... Romantisch bij de boer? Heel romantisch bij de boer. En dan moet je hem op het gras zetten, denk ik. Nou, hij heeft in ieder geval een trekker. Nou, we gaan door de bagger, achteruit. We hebben een leuke plek. En we gaan zo de Tour de Visite doen. De Ostrich Tour. Allemaal leuk, leuk. Kom maar op met die talkie-walkie. Maar nou snap ik even niet waarom je met je achteruit komt. Want je zet hem toch met je neus naar voren, handremwerk, lijkt me slim. Het uitzicht is leuk. Ik weet niet of ik kan vragen of ze biefstuk hebben van die beesten. Het zal geld zijn, het knuffel. Is het een knuffelfarm, weet je wel? Hij lust zo. Nou, waarschijnlijk andersom. Visit an ostrich farm. Welcome to our ostrich farm. We are happy to show you around. En we hebben een Engels en een Duits velletje. En ze hebben een hele leuke winkel. Die ga ik dadelijk wel filmen. Dus we gaan eens even kijken daar. Nou ja, er is een tour, maar we doen hem gewoon zelf. Hoe kan ons het schelen?
Oh, ik zou hem bij die eieren weghouden. Blijf maar daar, anders. Bonjour. Ah, merci. Merci. Anglais? Non, non, non. Van alle plekken, of all places, staan we op een struisvogelboerderij. Je wil het niet weten. Dit is echt goud waard. Jongens, werkelijk. Gewoon een vinger op de kaart. Daar gaan we heen. Dat was het vanochtend. Geer was het deze keer die het koos. Dit is het uitzicht. Dus we hebben de camper nu omgedraaid, zodat we vanavond vanuit ons bed de lampjes kunnen zien. De lichtjes in de vallei. Oké, deze kant is niet zo fantastico. Berlijnse muur in het klein. Maar het veldje is gaaf. Er staan twee campers. Mensen die elkaar kennen. En wij, that's it. Een alpenweidje lijkt het wel. Ik zal het even op de kaart laten zien. Oké, met de biefstukjes die liggen te ontdooien. Struisvogelbiefstuk. Op de picknicktafel. Daar zijn we vandaag naartoe gereden vanaf Rodez. In Rodez heb ik getraind. Conquête en Rouergue. Dat zag er leuk uit. En het ziet er ook best leuk uit. Maar we konden onze campercar niet kwijt. Dus toen zijn we doorgereden naar Cinezerques. En daar is die boerderij. Daar moet je La Basse intikken. Cinezerques. Dat is dan het plaatsnaam. Nou, dat is volgens mij één boerderij. La Basse. En dan kom je precies hier op de struisvogelboerderij uit. We hadden nog een andere aangegeven hier. Villecomtal. Want daar is een camping waar je gratis mag staan met je camper buiten het seizoen. Waar je ook van de faciliteiten gebruik mag maken. Maar we zijn hier gestrand. En dat komt gewoon omdat het gewoon gaaf is. We hebben hier gewoon deze hele wei voor onszelf. De temperatuur is fantastisch. Graden 24. Het is een beetje hazy, een beetje heilig. Dat is helemaal niet erg. Het windje is blauw. En het is mei, dus vroeg in het jaar nog. Leuk die boerderij hier. Goedenavond. Simpele salade erbij. Die is al op. En de oogmedok, daar zijn we mee bezig. Hard werken. Struisvogelbiefstuk. Lekker salaatje. Prachtige betonnen muur. Achter je. Onze schone Crazy Daisy naast ons. Een hond bedelend op mijn arm. En dit uitzicht. Daar kijken we niet naar. Het leven is schoon.